Hoi allemaal, we zijn weer terug met de aflevering van Rival Stars. En wat we vandaag gaan doen is dat wij Flawless Fancy na gaan maken. Flawless Fancy is een van mijn favoriete paarden op de mobiele versie van Rival Stars. En ik denk, ja, ik ga hem gewoon maken. Het is een 4-sterren paard. Ik ga hem gewoon precies maken zoals die is. Op mijn mobiel heb ik er eigenlijk heel veel wedstrijden mee gewonnen. En nog steeds, vooral in live events. Dat is trouwens ook wel echt iets wat ik mis in de PC-versie. Maar vooruit, je kan niet alles hebben in het leven, dus we doen het er maar voor. Dus ik zit hier even met mijn mobiel bij de hand, wat jullie haha niet zien. En dan gaan we Flawless Fancy maken. Ik heb dat paard ooit zelf gefokt. Ik dacht eerst dat ik hem zou gaan verkopen, maar toen groeide die op en was die toch best wel mooi. Soms kun je dat wel eens hebben. Oké. Het is dus een 4-sterren paard. Het is een stallion. Even kijken hoor. Wat is die? Distance is 1400. Oh. En hij is een frontrunner. Oh, wacht even. Haha. Even kijken. Nou, het staat helemaal anders hier op de PC. Track surface medium. En... ja, dit is dus front. Dus dit klopt helemaal. Oké. Dan moet ik zo even kijken waar hij mee begon. Oh, wat, dat hoeft hier nog niet. Even kijken. Flawless. Heb ik hier spatie? Nee, oké. Fancy. Waarom is dat nou weer niet... wat is dat nou weer... oh, moet ze misschien... oké, is dat een spatie te veel? Nou goed, Flawless Fancy. Oké, daar ben je. 4 sterren, dus dat klopt. Dat doen we daar even op het einde. En ik wil dan... je hebt dus eigenlijk... je hebt geen Pinto Face. Je hebt helemaal niks. Je hebt non. En Flawless Fancy heeft me ook echt wel goede veulentjes gegeven. Op zich, ja. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat hij me 5-sterren paard heeft gegeven op een gegeven moment. Ja. Oké. En dit is geen irregular blaze. Dit is een soort van lange ster. Even kijken hoor. Tip. Deze. Is deze het? Heb je nog een lange? Nee, dat is... of is dit hem wel? Ik kan niet goed zien. Ik denk dat dit hem is, want zijn streepje loopt langer door. Ja, dit is hem. Oké. En dan je kleur. Dat is niet dit. Even kijken hoor. Misschien is deze het? Nee, het is niet die. Die? Nee. Dus deze het. 9. Ik vind die kleuren soms zo op elkaar lijken daarin. Het is vreselijk. Is dit hem dan? Ja, dit is hem, geloof ik. Even kijken, mijn mobiel is gewoon al uitgevallen. Ik geloof dat dit hem is. Er staat hier dat zijn base color trouwens voskleurig is. De dilution is grijs, oké. Geloof dat dit hem is. Oké. En heb je dan nog voetjes? Ja, hij heeft natuurlijk wel voetjes. Even kijken hoor. Kijk, ze heeft sowieso één wit voetje. En dat is toevallig ook dat voetje. Nee, niet. Nee, niet jij. Sorry. Haha. Jij moet weg. Non. En dan is het zijn linker voorbeen. Die heeft een... oh, verkeerde links. De rechterbeen dan ook goed. Even kijken. Is het full sock? Ja, tot onder de knie. Dit is hem. Dit is mijn Flawless Fancy. En dan moet ik natuurlijk nog even kijken, stats. Hij is inmiddels... zal ik zijn huidige stats doen? Ja, misschien kan ik dat wel gewoon doen. Dat ga ik gewoon doen. Ja, want zo is hij zoals hij nu is. Even kijken. Hij is level 20. En dan heeft hij 108. En dat geldt hetzelfde voor zijn sprint. Hopsiek idee. Dit is 104. Dan vraag ik me eigenlijk af hoe ver die van de... oh, hij is echt verre van... verre van...
Max. Maar goed, oké. Dit is Flawless Fancy dus. Ja, nou, hij is helemaal leuk.